Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij Trevor Thuis, hier in het altijd gezellige plekje waarvan ik niet weet wat de naam ervan is. Wat gaan we vandaag doen? Eigenlijk niet zo heel veel, want ik zeg namelijk dat we hier, ergens in de buurt, nog een vraagteken hadden staan. Daar zo. En dat vind ik ook altijd wel leuk, een Strangers and Freaks missie. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk heel veel aandacht besteed aan het vervoeren van de gewone missies. God, wat nou weer? Martin, ik ben bezig met mijn intro. Laat me nou eens eventjes. I've been thinking about it. I'm not quite sure if I'm ready to accept an apology. Stel dat je onbeleefde figuren. Ik was gezellig tegen jullie aan het kletsen. Komen zij er in één keer tussendoor. Zucht. Oh, wacht, dat was hij. Dat was die vent van wie we dat vrouwtje ontvoerd hadden natuurlijk. Ja, die is behoorlijk pissig, dat snap ik ook. Gelukkig gaat Trevor de koffie klaarzetten, dat is goed. Ho, kijk uit! Er komt verkeer van rechtdoor, jongen. Altijd uitkijken. Nooit zomaar afslaan, hè. Als er verkeer aankomt, altijd even keurig netjes wachten. Zometeen word je van je sokken gereden. En dan ben je dood en dan lig je bovenop... Hou nou op! Waarom zitten ze elke keer met die telefoon ertussendoor? I've made most of the arrangements. All we need is that military hardware. Intercept and steal the military equipment at HS. Nee, ik ga eerst deze doen. HS kan wachten. Even kijken. Hoi, buddy. Zit jij er een beetje doorheen? Wat is jouw probleem? Wat is jouw probleem? Wat zijn jullie nou doen? Smell any funny spices? Antonio is your boy. Hey. Hoi. Vidavi documenti. What? Паспорт давай, ебать, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь. Waarom wil hij zijn papieren zien? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы как один. Wacht eventjes. Hij denkt dat Trevor een illegale immigrant is. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's. Oh, dit zijn van die figuren die vrijwillig de grens bewaken. Sorry, citizen, just a training exercise. Oh ja. Ah, okay. Well, I'm so glad the patriots are out here defending this fine American desert. Iemand moet het doen, Trevor. Iemand moet de woestijn verdedigen. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Waar? Hey, praat Engels, dan kan ik het ook begrijpen. Wat lullen deze gasten hier? Oh, zij zijn de Civil Border Patrol. Hey, geen nazi dingen doen, hè? Die zitten in Duitsland, niet in Amerika. Wat is dat? Is dat je mooie telefoontje? Oh, we gaan bij de Border Protection. Oké. We gaan een paar illegalen tegenhouden. Knock, knock. Dat mag niet, hè? Geen illegalen hier in Amerika. Vinden ze niet leuk. Laten we ze eens eventjes gauw pakken. Go to the suspects. Mijn naam is Piet. Piet, en ik mag illegalen niet. Zo, dat is best wel een heleboel. Dat is een heleboel illegale punten en zo. Oh. Ze hebben wel een coole auto. Hop, badje aan de kant. Nog een badje weg. Hoppa! Of ze waren aan de andere kant van de heuvels, hè, zeiden ze. Ik heb nog geen heuvel gezien. Ja, hier een partij stenen aan de linkerkant, maar dat telt niet. Zijn echt hier illegalen? Andere kant op. Iets te ver gereden. Hier linksaf. Zijn hier illegalen dan? Ik heb ze er niet gezien, hoor. Die zeggen illegalen, dat is mijn bar. Oh, kom op. Nope, want ze verkopen je piswater. En als ze je piswater verkopen, dan is het hartstikke goed. Hallo, jongens. Gezellig. Zijn hier illegale immigranten? Die hier niet mogen zijn? Zijn jullie illegale immigranten? Get in the patrol vehicle. Oh, ze zijn allemaal illegaal hier. Ja, ik doe mijn best. Oh jee, illegale.
Stop de band. Het is gewoon een band, man. Dat zijn geen illegalen. Oh. Oh, verkeerde kant. Ah, even eroverheen. Ja, ik doe mijn best. Ik heb de verkeerde afslag genomen. Laten we gauw achter die band aangaan. Want die band is hartstikke illegale muziek aan het maken. Ze draaien muziek van Justin Bieber en zo. Daar moeten we ze zeker voor tegenhouden. Oh, sorry. Border protection. Jullie gaan stoppen met muziek van Justin Bieber. Woo! Oh. Dat is slecht. Ja. Ja, heb ik even. En die kant weer op. Dat ging ook net goed. Waar zijn ze? Ik zie ze niet meer. Uh-oh. Oh, daar zijn ze. Stun guns at the ready. Ze moeten gestopt worden met die muziek van ze. Illegale muziek, hij haat het. Kom hier. Die gasten die rijden echt als gekken, joh. Wat een freaks. Die auto van hen die rijdt ook veel beter dan die van mij. Uh-oh, I can fly. Oh, gaan we weer. Come on, dit is tenminste weer een weg. Jongens, kunnen we nou even 10 seconden op de weg blijven in plaats van constant afslagentjes te nemen? Nou, schieten, kom. Use the stun gun. Waar zijn ze dan? Oké, stun gun. Heb ik die bij me? Stun gun. Oké, hij moet weer opladen. Hop. Stun gun 1. Jullie zijn ieder geval ook schoten met zijn aars. Hop. En blijven liggen jij. Illegale muzikant dat je bent. Blijven liggen, zei ik. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Oké, en stop met die Justin Bieber muziek. Stelletje etters. Nou, lopen. Jullie gaan een boete krijgen. Hele hoge boete. Zodat jullie geen cd's van Justin Bieber meer kunnen kopen. Niet zeuren. Het is hier verboden in Amerika om Justin Bieber muziek te draaien. Nee, je krijgt geen kans. Echt niet. Instappen. Zo. Huppakee. Wie rijdt er? Rij jij? Oké, doei. En ik mag de rest naar huis lopen. Helemaal een goede grap. Hey Pipo's, hallo. Mag ik dan gaan lopen of wat? Nou ja, zeg. Stop de music. Oh, dat is me niet op tijd gelukt. Maar, het is me niet op tijd gelukt om die Justin Bieber shit uit te krijgen. Ah goed, maakt het uit. 50%, I'll take it. Dan kan ik zeker weer de hele... Oh. A convoy is delivering military equipment at HS. Yo, dit is mijn auto vanaf nu. Even wieberen. Hey. Oh, jawel, puta. Auw. Wat wil je? Dit is vanaf nu mijn auto. Oh, sorry, maar je aars bloedt een beetje. Zo, mijn auto. De politie is wel chagrijnig nu. Heb ik weer. Oh. Nou, ik ben weg. Later. Shit, politie komt ook echt eraan. Kom op, mag ik niet eens even een stelletje woestijnfreaks afschieten? Mag dat ook al niet meer tegenwoordig? Politie is ook niet meer wat het geweest is. Ik ben even deze kant op. Zo. Hier verwachten ze me nooit. Dan komt hij alweer aan hoor, de politie. Andere kant. Ja, ze hebben hem alweer gezien. Tenminste, dat denk ik. Ik ga even een stukje offroad. Waar is de weg? Hier. Hij knippert nog steeds, dus ze zijn me kwijt. Ze weten niet waar ik ben. Hier, dit was er één. Hoppa, en ze zijn weg. Hartstikke mooi. Ook geen last meer van de politie, hè. Nou, eens even kijken, waar moeten we naartoe?
HS, waar is dat ergens? HS, HS. HS? Ik zie geen HS hoor. Oh, daar. Daar is HS. Zo, daar, hup. Oké, nou, dan hebben we in ieder geval iets te doen voor de volgende keer. Van Twijko Gamers, ik ga ermee ophouden voor vandaag. Ik vind het hartstikke mooi geweest. Morgen gaan we lekker naar HS toe. Gaan we kijken of we dat militaire vrachtje eens even kunnen onderscheppen. En misschien zitten er wel hele leuke guns in. Ik ga jullie vragen om een goed duimpje te doen als je dat nog niet gedaan hebt. Hij gaat super lekker de afgelopen tijd, dus knal dat duimpje er even lekker op voor me. Help Twijko Gamers groeien, help mij groeien. En dat is het enige dat jullie, voor mij kunnen doen. Dan, ik moet lekker video's voor jullie maken. En dan wil ik alleen maar een goed duimpje voor terug. That's it. Dat is alles. Dat is helemaal voor de rest alles helemaal geregeld. Twijko Gamers, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer terug bij meer GTA 5 hier op Twijko Gamers. Mazzel!